Ik vond deze in het klein al leuk, maar in het groot zie je het nog beter. Is een rokje. Dit is ook heel leuk met die mouwtjes. En dan staat het ook meteen veel leuker. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video heb ik weer een My Jewelry samenwerking voor jullie. Ik heb weer een pakketje van My Jewelry ontvangen en allemaal leuke dingen mag uitkiezen. En ik weet gewoon niet meer wat erin zit, omdat ik deze video niet meteen daarna dat ik hem binnenkrijg heb opgenomen. Dat zit er echt een paar dagen tussen. Dus ik weet eigenlijk geen enkel item meer, kan ik meer bedenken wat ik heb besteld. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het met jullie uitpakken in deze video. My Jewelry heeft trouwens ook een YouTube kanaal, dus ik zal even een link ervan in de beschrijving zetten. Dus volg dat ook eventjes. En alle linkjes en zo komen er ook in de beschrijving, dus dan weet je het alvast. Oké. Voor zo lang gewacht, ik moest iedere keer wachten omdat ik de video moest opnemen. En ik het niet al uit wil pakken zelf. Dus oké, het zijn volgens mij kleren en sieraden, dacht ik. Ik zie vooral veel kleding. Wat is dit? Oké, dit is... Oh, volgens mij is dit een topje. Oeh, dit is heel leuk. Ik kan misschien morgen mijn verjaardag aan doen. Ik heb serieus nog wat nodig voor mijn verjaardag. Ik word trouwens morgen jarig. Wanneer ik deze video opneem, is het 14 juli. En 15 juli ben ik dus jarig. Maar daar gaat het nu even niet over. Je moet je wel een hemdje onder doen. Want het is heel doorschijnend. Maar kijk hoe leuk dit is. Ik ga het echt meteen aandoen ook. Ik vind het zo leuk. Ik heb een maat S. Dus we gaan hem even passen. Oké, ik kon echt nergens een hemdje vinden. Dus ik heb gewoon even een kanten topje of zo eronder gedaan. Het is een beetje anders dan met een normaal hemdje. Maar zo ziet hij eruit. Ik vind hem echt heel leuk. Ik heb er nu ja, gewoon zo'n simpel trainingsbroekje onder. Maar het gaat even om de bovenkant. Ik vind hem echt heel leuk. De lengte is ook gewoon perfect. Je kan hem gewoon over iets heen dragen. Ik vind dat er niet raar uitzien. Maar je kunt hem ook een beetje zo in je broekje of rokje stoppen. Dat vind ik ook heel leuk. En kijk, hier heeft hij dus van die kanten mouwtjes. Het kan, dit ziet er gewoon ook leuk uit voor als je uit eten gaat of zo. Dat vind ik echt heel leuk. Oké, ik hou dit aan. En we gaan naar het volgende. Oh, dit ziet er leuk uit. Oké, ik weet niet of dit nou rot is, volgens mij wel. Dit kan ik me nog wel even iets van herinneren, dit printje. Als ik dit nou weer zie, dat ik dat had besteld. Maar van dit wist ik gewoon echt niet meer dat ik dat had besteld. Is een rokje. Ik heb hem in maat XS gedaan, omdat ik vind het gewoon minder mooi als rokjes te lang vallen, zeg maar. Dan doe ik hem altijd een maat kleiner in de hoop dat hij dan, want het is toch elastisch, dat hij dan niet te lang valt. Kijk, zo ziet hij er gewoon perfect uit. Ik denk als ik hem groter, ik heb wel eens dan bij mijn Julie dat ik rokjes in maat S doe, dan vind ik hem gewoon te lang. En dan ga ik het niet dragen, ook al vind ik het rokje zelf wel leuk. Maar dan vind ik het gewoon te lang zitten en ik hou daar gewoon niet van. Ik zie trouwens ook dat heel veel mensen de laatste tijd op TikTok rokjes als topjes dragen. Maar dit is echt zo'n ding wat je ook waarschijnlijk zo als topje. Ja, ik vind dat zelf niet echt leuk. Maar hiermee kan het misschien ook wel. Maar we gaan hem even als rokje aandoen. Mijn hand zit vast met mijn armbandje aan mijn rokje. Ik hou het even omhoog, zodat je niet allemaal dingen erin stopt. Dat ziet er niet uit. Maar kijk, dit is het rokje. Ik vind hem echt perfect. De lengte is gewoon perfect. Niet te lang, wat ik dus zei. En het zit ook heel lekker. Dit stuk is gewoon elastisch. Het zit ook gewoon best wel hoog. Als je een crop top eronder aan hebt en je wilt niet dat het te veel bloot is of zo, is dit rokje ook perfect. Want ik heb dit al best hoog nu. Er zit trouwens geen broekje onder. Dus je moet zorgen dat hij niet te veel omhoog trekt. Maar hij is wel gewoon, hij sluit aan en hij is zo strak. Dus het is niet dat het snel omhoog bijt of zo. Want het zit wel gewoon mooi aangesloten. Oh, die welke wel sieraden. We gaan even sieraden doen. Oh, het zit helemaal beschermd. Ik ben benieuwd wat dit dan is. Oh, die zijn groot. Kijk. Dit zijn, ja, ze hangen met schep. Kijk. Dit zijn van die pareloorbellen, maar het zijn echt met hele grote parels. Maar ik hou de laatste tijd meer, ik heb heel vaak van die kleine oorbelletjes in of met zo'n hangertje. Maar de laatste tijd hou ik wat meer van bijvoorbeeld dit, dan wat dikkere oorbellen die je echt ziet. Dat vind ik heel leuk. En ik heb dus ook een tweede gaasje, dus ik kan dan ook gewoon leuk combineren. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, maar dit zijn... Ze zijn echt heel groot. Ik vond deze in het klein al leuk, maar in het groot zie je het nog beter. Oh, dat vind ik heel leuk. Even kijken of ik dit dan als achterste oorbel in ga. Nee, dat durf ik niet met mijn tweede gaatje. Doe ze gewoon even in de voorste, want het is best wel zwaar. Oké, ik heb ze ingedaan. Ik heb hier achter mijn tweede gaatje even een andere oorbel ingedaan. Dat is een soort van mini-vers eigenlijk van dit. Ook van My Jewelry. Ik vind het zo leuk en dit zie je ook gewoon meteen zo goed. Dat vind ik echt heel leuk. En het valt dan, het voelt helemaal niet zwaar. Gewoon als ik het zo zie, dan zie je dat het wel een beetje... Het valt echt wel mee. Als ik het zeg maar zo voel, ik vind het helemaal niet... Je voelt het eigenlijk helemaal niet. En ja, ik vind het heel leuk. Ik moet even kijken waarmee ik dit het beste leuk kan combineren. Maar met dit kan op zich wel. Maar ik denk dat ik gewoon een knopje dan hierachter moet doen. Oké, het volgende wat ik eruit haal is dit. Het is denk ik iets van een blouseje of zo. Het is... Oh, heel leuk. Het voelt ook echt heel dun aan. Dus dat is heel fijn voor de zomer. Ik dacht van, oh, dan met lange mouwen. Maar, oh, kijk hoe leuk. Ook die mouwtjes. Welke maat heb ik gedaan? Ik heb XS gedaan. Schijnt dus ook wel weer door. Maar ik ga het even aandoen. Oké, ik heb hem nu aan. En dit zit zo fijn. Het zit gewoon totaal. Dit ook. Soms als je met van die elastiekjes ziet dat het dan heel strak gaat knellen om je arm. Maar dit zit gewoon perfect. Niet strak. En het voelt gewoon zo. Dit zou ik gewoon, als het heel heet is, is dit alsnog gewoon perfect. Want dit is zo'n dun stofje dat het gewoon nog steeds niet heet. Je ziet wel het zwarte hemdje heel erg eronder. Dus ik denk leuker
gewoon met of een bikini of zo. Of een kant iets topje of zo eronder. Maar ik vind dit ook heel leuk met die mouwtjes zo. Voor de rest is het zo gewoon een simpel blouseje. Ik ga hem nog heel veel leuk stylen. Ik ga even laten zien hoe ik dat doe. Nou is het dus gewoon zo. Ik heb het dus ook even op dit rokje. Dat is ook wel leuk. Maar dan maak ik even een extra knoopje los. Ik doe sowieso hiervoor boven wat knoopjes los. Zodat je mijn kettingen ziet. Dat vind ik altijd heel leuk uitzien. En dan even kijken of dit lang genoeg is. Of ik doe er nog één. Dan kan je dus. Je kan het ook in je rokje doen. Maar wat je ook kan doen is hem zo knopen. En dan staat het ook meteen veel leuker. En dan heb je gewoon een soort van crop topje of iets ervan gemaakt. Je kan hem ook gewoon lang laten of zo over je bikini zeg maar lang aandoen. Als je even snel overheen moet, dat vind ik ook wel leuk. Maar dit vind ik al helemaal leuk, want nu heb je gewoon, kan het leuk op een rokje. Hoef je het er ook niet in te doen, blijft het gewoon leuk zo. Ja, dit zou zo'n outfitje voor op vakantie kunnen zijn. Dan gaan we door naar helaas alweer de laatste. Wat is dit? Lichtblauw topje. Ik dacht lichtblauw is wel een leuk zomerkleurtje. Heb ik verder volgens mij helemaal niks van lichtblauw. Kijk, ook weer met leuke dingetjes aan de zijkant. Allemaal een beetje dezelfde stijl. Een beetje dit zo, maar dit is dan geen kant, maar gewoon, ja, noem je dit? Gewoon stof. Maat S heb ik hem besteld. Die lijkt me gewoon perfect qua maat. Dus ik ga hem even aandoen. Oh jongens, ik vind dit zo leuk. Ik heb hem nu, hij past trouwens gewoon perfect de maat. Ik heb hem nu nog met een rokje aan. Wacht, kijk, ik heb hem nu zo aan. En ook helemaal erin gedaan. Want bij dit rokje ziet hij er niet heel leuk uit als je het half doet. Want dit is heel elastisch. Maar ik zal hem ook eventjes met een spijkerbroekje laten zien hoe dat eruit ziet. Oké, kijk, dit is met een spijkerbroekje. Ik weet niet of iemand een goede kleur uitgekozen, want dit is altijd lichtblauw. Maar ik had even snel dit gepakt. Maar dan kan je dus met je half erin doen. Dan ziet het er ook gewoon heel leuk uit meteen. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind dit kleurtje ook echt heel leuk. Daar heb ik nog helemaal niks in het lichtblauw. Dus dat vind ik wel leuk. Nou, dat waren dan alle items alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Alle linkjes van ieder product heb ik in de beschrijving allemaal gezet. En er zit ook de link naar hun YouTube kanaal en gewoon naar de website. Dus daar kun je alles allemaal terugvinden. Als je nog vragen hebt, laat even weten in de reacties. Nou, doe even allemaal een duimpje omhoog op deze video. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei!